komt natuurlijk wel een moment, als je echt niet mee wilt doen, ondanks de hulp die wij aanbieden, ja, dan komt na de zachte arm van papa Bruls, komt de harde arm van papa Bruls. Zo zit het leven ook in elkaar. Het is opvoeden, hè. Wat is uw indruk? Heeft Nederland vandaag erg moeten wennen weer aan deze maatregelen? Ja, het is een eerste indruk natuurlijk. Maar kijk, we hebben natuurlijk deze maatregelen met gebruik van coronatoegangsbewijs al sinds eind september. Dus het is vooral de uitbreiding, hè, naar een aantal nieuwe plaatsen. Met name bij die sportclubs, die sporthallen. Die wel even doet wennen. Maar ik heb wel de indruk dat iedereen ook door verontrustende cijfers, hè, de oplopende besmettingen, wel van doordrongen is. Van het is dit doen of anders nog ernstige maatregelen. Dus ik heb niet de indruk dat we ontevreden moeten zijn over deze eerste dag. Nee, over die oplopende cijfers gesproken. Hè, meer positieve tests dan in heel lange tijd. 12.000 vandaag. En wat besloten nou gisteren de Zuid-Limburgse burgemeesters? Dat de aftrap van het carnavalsseizoen op 11 november gewoon mag doorgaan en ook in Noord-Brabant. Wat vindt u daarvan? Ja, zij maken een afweging natuurlijk van de risico's ten opzichte van het kan. Kijk, evenementen kunnen plaatsvinden komende week, net zoals vorige week, op grond van die coronatoegangsbewijzen. Ik bedoel, dat is het systeem waar we nu in Nederland voor kiezen. Dus als dat veilig en goed kan, moet je wel doen. Ik heb wel de indruk, wat ik ervan hoor, dat het soms wel een aangepaste vorm plaatsvindt. In andere woorden, het zijn niet die aantallen mensen die men normaliter zou uitnodigen. Maar iedereen moet er zijn eigen afweging maken. In Noord-Limburg heeft men bijvoorbeeld besloten, we doen dat dit jaar niet. We slaan het weer over. Ja, dan volgende week vrijdag. Dat hoorden we net al. Het kabinet houdt rekening met mogelijk nieuwe maatregelen. En als de cijfers zo blijven oplopen, zijn die denk ik onvermijdelijk. Waar houdt u rekening mee? En daarop volgend de vraag, wat zou volgens u verstandig zijn? Kijk, het ligt in ons aller handen. Hè? Zoals het eigenlijk al anderhalf jaar in ons handen ligt. Als wij ons gewoon goed houden aan de voorschriften, die coronatoegangsbewijzen gewoon nou eens echt goed gaan toepassen. Niet alleen in de horeca, maar ook in de sport of waar het ook gebeurt. En afstand houden, dat is een beproefd middel. Hè? Afstand houden werkt heel erg goed. Dat zal denk ik heel erg bepalen hoe ook die cijfers zich gaan ontwikkelen. Ja, als dat allemaal niet helpt, dan moet je natuurlijk wel rekening houden dat de discussie automatisch weer over lockdown-achtige maatregelen komt. Maar iedereen die kritiek heeft op die coronatoegangsbewijzen, die zou ik wel willen voorhouden. Het is dit of de zaak weer sluiten. Dat zouden we niet moeten willen met z'n allen. We wachten de komende weken in elk geval weer af. Hubert Bruls, zeer bedankt voor uw tijd. De mensen die komen trainen, ik wil niet in herhaling gaan, maar ja, dat zijn mensen die de hele tijd dan bezig zijn met hun gezondheid. En ik maak op dit moment niemand ziek. Ik maak op dit moment niemand ziek. Ja, voor de goede orde, jij test je elke keer als je ergens naartoe gaat. Ik test me elke dag overal waar ik naartoe ga, moet ik me testen. En dat doe ik ook allemaal wat dat betreft van de regels. Maar iedereen die nu gevaccineerd is, ja, die neemt ook de ziekte mee. Dat je de mensen met een negatieve testuitslag binnen hebt, achter die poort van het toegangstesten. De mensen die gevaccineerd zijn, dragen het virus bij zich in de keel, zijn weliswaar veel minder besmettelijk, maar niettemin. Die kunnen het virus tijdens dat festival overdragen aan